Goedemorgen, het is vrijdag en tijd voor een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag de 13e. Ik ben inmiddels 10 dagen over tijd. De baby zit er nog steeds in. Met Niels ging ik 11 dagen over tijd. Dat ga ik wel redden, denk ik. Dit keer weer. Had ik niet helemaal op gerekend. Ik dacht wel dat ik over tijd zou gaan, maar ik dacht misschien iets minder ver. Dinsdag hebben ze een strippoging gedaan. Dat lukte nog niet. Gisteren hebben ze weer een strippoging gedaan. Dat lukte een soort van half. Als in, ze konden er een soort van half bij. Maar dat was echt nog by far niet het gaat zo gebeuren. Dus dat houdt in dat ik morgen naar het ziekenhuis ga om te kijken hoe het met de baby gesteld is. Want ik ben natuurlijk dan bijna 42 weken. En ook weer te strippen. En een plan te maken voor hoe nu verder. Want op een gegeven moment moet er een keer een baby uit. Tenzij het al eerder natuurlijk vanzelf op gang komt. Ik heb er maar één hard hoofd in. We gaan het zien. Iedereen die zo ongeveer rond mijn datum was uitgerekend is inmiddels bevallen. Zo zit het. Dus ja, dit weekend, ik begin met vloggen. Ik weet niet hoe dit weekend gaat lopen. Ik denk dat het een korte vlog wordt, sowieso. Want ik ga natuurlijk ook niet echt in het ziekenhuis en zo filmen, denk ik. Maar we gaan het meemaken. Ze zijn naast aan het koken. Niels' keukentje zit tegenwoordig op de slaapkamer. Verder voel ik me wel oké. Ik heb me maar weer opgemaakt, ook voor de gelegenheid. Want ja. En inmiddels is de roomtour online gekomen. Dus jullie kunnen eindelijk ook de babykamer helemaal zien. En ook hoe onze kamer eruit ziet. We zijn ook echt... hier, deze was al een tijdje af. Was ik sowieso al heel blij. Was met 8-9 weken al ongeveer af. Ook kan ik even laten zien, want ik heb nog een aantal dingen aangevuld. Want die hadden we vorige keer nog niet. Want ik zei van, ik ben nog een beetje op zoek naar aankleding voor dit ding. En wat ik nu heb is deze, vind ik heel leuk. Die kocht ik volgens mij bij Gasondergoed, maar dat weet ik niet meer zeker. En deze, en je denkt wat is dit? Maar dit is een wolkje, maar hier kan straks het geboortekaartje in staan. Dus dat vond ik wel heel leuk. Dus die staat nu hier en dan komt straks het geboortekaartje. Dus ik ga zo het bedje korter opmaken. Want, weet je, dat mag nu wel gewoon, ook al gaat ze hier niet liggen in principe. En wat ik ga doen, mijn vluchtkoffertje, ga ik even aanpassen. Want ik weet natuurlijk nu dat ik ergens tussen nu en dinsdag ga bevallen. En de weersvoorspellingen zijn alleen maar heel erg warm. Dus voor baby hoef ik denk ik niet een andere outfit. Maar in ieder geval voor mezelf moet ik eventjes... Hey, hallo meneer de kok. Dit kan mij. Dankjewel. Mag ik hem? Ja. Dankjewel. Oma open. Hij doet dan een soort sjaal om zijn billen heen. Hij heeft gewoon een sport, maar hij doet dan een sjaal om zijn billen heen. Een koksmuts op en dan is hij de kop. Dan krijg ik hem een aantje. Wat ik wilde zeggen is, ik weet dus zeker dat het warm is als ik ga bevallen. Dus ik dacht, ik moet eventjes kijken wat ik nu ook weer voor kleding voor mezelf mee heb genomen. Want dat kan dus in ieder geval alleen maar luchtig zijn. Dus ik moet wel zeggen dat ik het een beetje spannender vind worden nu. Omdat ik gewoon weet dat het nu een heel snel gaat gebeuren. Dus zeg maar de element of surprise begint een beetje te verdwijnen. Dat maakt het denk ik. Oké. Maar goed. Niet zo erg dat ik er niet van slaap. Maar wel dat ik denk. Ik heb al deze laden opgeruimd. Dus ik heb hier nu alle douchetas van Sven. Hieronder ligt mijn voetverzorging. Handzeepjes en daaronder in een bak. Alle spullen voor de tandenborstels, tandpasta, dat soort dingen. En hier heb ik allerlei verzorging. Shampoo, maskers, olies, body lotions, douchegel, etc. Ik heb dus nu dit er maar even bijgelegd. Maar ik heb dus
Deze belly cream is bijna helemaal op, zoals je ziet. En deze ook. Dus ik ben een beetje... ik kan mijn buik niet meer zo vaak insmeren. Dat is natuurlijk wel nodig. Dus ik heb deze even bijgelegd. Dat is ook een goede voedende crème, denk ik. Dit heb ik opgeruimd. En... dit ook. Hier liggen nu allemaal maskertjes. En hier staan nog een paar maskertjes en scrubs. Andere gezichtsverzorgende producten. Hier ga ik mee beginnen. Na de bevalling. Deo's oogmake-up remover. Wat de staafjes en wat de schijfjes. Bruiningsproducten en allemaal haarproducten. Dit is haarspray en mousse. Droogshampoos. En texturizing dingen en olie. En vandaag ga ik me over deze lounge ontfermen. Maar dan moet ik even op mijn stoeltje gaan zitten en zo. Kijken. Nou, een slight change of plans. Door een kleine miscommunicatie tussen de verloskundige en de assistenten moet ik nu vandaag naar het ziekenhuis. Of maandag, maar ik zei maandag is echt te laat, want ik ben dinsdag uitgerekend. Dus dat lijkt me niet zo handig. Of dinsdag uitgerekend, dinsdag ben ik 42 weken. Dus nou moet ik vandaag. Wat ik dan, ja, weet je dan... Het idee was dat ik morgen zou gaan, dat ik ook gestript zou worden en dat ze misschien zelfs wel mijn vruchtwater konden, vruchtwater konden doorprikken, mijn vliezen konden breken, dat dan misschien de boel op gang zou komen. Nou, ik denk dat dat daar vandaag gewoon nog te vroeg voor is. Dus, maar goed, nou, whatever, het is wat het is. Nou, alles zit erin. Er een wijd t-shirt in zitten en een kort broekje en nog een legging. En een trui. Maar dat laat ik er gewoon in zitten. Want volgens mij is dat prima. En ik had een voedingshemdje erin gedaan. Een voedingsbh natuurlijk. Maar volgens mij is dat prima. Want dan kan ik gewoon... Of dat wij de shirt aan doen met het broekje. En als het 's avonds is, dan doe ik die legging aan met die eventueel trui. Niels! Is die voor mij? Ja, dat kan toch. Dankjewel. Nou, weer eentje pakken. Jij bent aan de beurt. Ik begrijp het niet goed, maar zullen we die doen? Een krab? Die is weer voor mij. Wauw. Je moet even missen, sneeuw. Nee. Nou, Mits heeft er al wel 2. Oma heeft, kijk. Ja, die is missen. Oh, gelukkig. Nou, daar gaan we. Voor de zekerheid maar het koffertje mee. You never know. Nou, daar zitten we dan. In het ziekenhuis. Hartje van de baby. Hartje van mij. Tenminste, hier zit het hartje geloof ik. Dit is iets van beweging. En daar hebben we de beelden. En Sven is nog even zijn werk aan het afmaken. Dat moet ook gebeuren. Vrijdagmiddag. Des te minder hoeft hij daarna nog te doen. En ik lees een tijdschriftje. De Glamour. Oh, ze gaat nu even bewegen, denk ik. Wij zijn weer thuis. Alles was goed met de baby en met mij. Dus dat is heel fijn. Ze heeft het nog prima naar de zin. Heeft nog steeds voldoende vruchtwater en ruimte. En de placenta doet het nog goed. Dus geen reden om nu te bevallen. Dus wat we hebben afgesproken is dat ik morgen me weer laat strippen. En ik heb voor maandag een afspraak voor eventueel het inbrengen van zo'n ballonnetje. Maar misschien dat ik al dusdanig, dat de baarmoedermond al dusdanig verweekt is of ontsluiting of weet ik wat. Dat ze misschien mijn vliezen kunnen breken. Maar goed, dat gaan we dus maandag zien. Dan moet ik op 's ochtends om 6:30 bellen. En dan hoor ik of er voldoende ruimte is. Maar zit goed. Dus dat. Dus voor nu nog even niks.
Dat is de mango die ik aan het ontdooien was voor in Nielsen. Voor in Nielsen fruit met yoghurt en musli hapje. Dus ik heb nu een folder mee over die ballon en zo. Maar medisch gezien is het nog niet nodig om verder iets te doen. En dat is natuurlijk super fijn. Ik zet jullie even hier weer. Zo. Dus ja, we gaan maar weer gewoon door met de dagelijkse gang van zaken. Kijk, ik heb hier mango ontdooid. Dan doe ik dat nog even wat kleiner snijden. Ik doe altijd van wat diepvries fruit. Omdat we elke avond nog yoghurt doen met wat musli. En yoghurt dus. En fruit. Zo, dat gaat goed. En dat doen we altijd. Of hij dan goed of slecht eet. En als hij slecht eet, dan doe ik er gewoon meer in. En ik noem het ook geen toetje. Het is gewoon, het is ook geen... Hè, niet als hij niet, ja, wat ik zei, als hij niet goed eet, krijgt hij het ook. De boodschappen zijn vandaag bezorgd in plaats van morgen. Want we dachten, ja, morgen is het toch... Eigenlijk zou ik morgen naar het ziekenhuis gaan. Dus we dachten, ja, dan ben ik alweer iets verder. Dus wie weet is het dan wijzer om het vandaag al te laten bezorgen. Dus dat hebben we gedaan. En... Ja, wacht het maar weer af. Niels is gelukkig weer een stuk vrolijker dan de afgelopen dagen. Wat pijn en we denken kiezen. Ze zijn al stoeien. Er staat het op de scan. Ik kan, mag dus niet in zijn mond krijgen omdat hij daar pijn heeft. Dus ik kan niet zien of hij inderdaad überhaupt nog kiezen zou moeten krijgen. Dus we weten niet wat het is, dat hij gewoon iets van een wondje in zijn mond heeft of zo. Maar daar had hij in ieder geval de afgelopen dagen heel erg last van. Vooral 's avonds bij het eten was het echt... Niet zo heel gezellig. Nu was het heel gezellig en ging het heel goed. Dus, maar het zit nog wel steeds aan. Dus. De afgelopen nachten, vannacht niet, maar de nachten daarvoor, werd hij ook regelmatig, nou niet wakker, maar moest hij huilen in zijn slaap, heel zielig. Wat hij dus heel leuk vindt nu, dit is de reclamefolder van Lego, mijn moeder meegenomen van de Intertoys. Maar daar kan je dus, er staan nog van die... Nou, even allerlei Lego in. En dan staan er plaatjes bij. Dit is Disney, maar... Kijk, er staat dan... Hier heb je dus allemaal bijvoorbeeld Cars. En dan staat hier gratis app. En dan kan je dus je telefoon erop houden. En dan wordt het 3D. Nou, dat vindt hij helemaal prachtig. Dus dat gaan we doen. Ja, ik heb al een mooie uitgekozen. Maar die moet weer dicht, oh. Want die moet weer... Ja. Maar dat is niet te zinnen. Nee. Nou, we gaan daar zitten. Nog een. Nog wat mee. Nog een. Zo, dan kunnen we beginnen. Nou, weg. Dat boekje. Ik heb hier. Ja, pak het boekje maar. Ik zag Cars. Dat leek me wel leuk. Zijn het dus een of andere app? Misschien dan een deuken. En dan komt die pagina tot leven. Nou, dit is dus magisch. Het boekje wel recht houden, maar dat is even een uitdaging. Maar dan is het heel leuk. Nou, ik ga even yoghurt geven. Goedemorgen, het is zaterdag. En de baby zit er nog steeds in. Why? Why is this taking so long? Met Niels was ik 11 dagen over tijd. Maar toen begon de bevalling wel met 10 dagen. Nu ben ik 11 dagen over tijd en is er nog... Nossing on the hand. Hij meet eens. Ik heb beddengoed maar even in de was gegooid. Normaal doe ik dat natuurlijk altijd op zondag. Maar ik dacht, ja. Laat het maar gewoon doen. Want wie weet ben ik morgen aan het bevallen. En ik vind het wel lekker met zo'n kleintje in een schoon bed. Ik wil in het ziekenhuis bevallen natuurlijk. Maar ik wil meer voor daarna. Dus ja. We wachten maar weer verder af. Niels, die is een babytje. Hè? Nee, een babytje. We wilden heel graag onder dit ding gaan liggen. Dat hadden we laatst voor een babytje dat op bezoek was. Hadden we het weer een babytje. Maar nu is Niels de baby, hè? Pas net. Het zijn altijd mijn favoriete momenten als hij dan een heel verhaal heeft. Zo, oh, scherp zelf.
zijn altijd mijn favoriete momenten als hij zelf een heel verhaal aan het maken is, aan het spelen is. Zo schattig. De verloskundige gesproken, heeft het al gezegd had, maar in ieder geval hadden ze... Ja, daar is dus ergens iets fout gegaan, want zij dacht dus wel dat ik vandaag naar het ziekenhuis aan ergens geschreven zou worden, maar goed. Maar dat is niet het geval, want ik heb gisteren gedaan en toen mocht ik nog niet gestript worden, want dat had ik de dag daarvoor al gehad. Maar nu moet zij eerst al haar visites rijden en dan word ik daarna gestript. Dat betekent dat zij had gezegd van het is goed als je daarna gewoon niet meer eentje om je heen hebt, gewoon lekker rust. Dus dat gaan we doen. Ja, als ik mijn ontbijtje op heb, kom ik met jou spelen. Ja? Ja. Dus wat we gaan doen is straks lekker Niels naar opa en oma brengen en dan... Mama, ik kom mijn oma even helpen. Kom je ook mee helpen? Met mijn ontbijt op eten? Ja. Oh. Ja. Maar straks met Oot en opa en oma, hè? De oma had het stoeltje op de fiets. Wij zijn even bij mijn ouders, we hebben hier Niels gebracht en nou ja, ik weet niet precies wanneer we hem weer ophalen. Still nothing. Ik zit even in de schaduw. Niels is net naar binnen gelopen, maar die komt zo weer naar buiten denk ik. Nou, de verloskundige is net weer geweest en ze kon gelukkig meer doen. Zij was er dinsdag, dus donderdag is er nog iemand geweest die kon al iets doen. En zij kon weer iets meer doen, ook weer. En ze zei van, nou, het is echt een stuk beter al dan dinsdag, dus progress. En ze zei, nu is het gewoon tijd om er ook niet al te veel bezig te zijn. Gewoon lekker ontspannen. En ze zegt, ga lekker het terrasje pakken. Ga uit eten, et cetera. Dus nou, dat gaan wij doen. We gaan nu het terrasje pakken. Niet limoncello bedoel je? Ja, limoncello bedoel ik. Dat is wel logisch. Wij zitten lekker op het terras. Ik ben in black, wij zijn in de lift. Dit is mijn outfit, dit is een jurkje van ASOS Maternity van heel lang geleden. Even uit. Ja, want als we het ook nu, dat begrijp ik. Nou, daar zitten we met een hele kip voor ons neus. Nou, we hebben even heerlijk gegeten. Ik heb afgesloten met een Mississippi chocolate pie. Niet verkeerd. En nu ga ik lekker pyjama aandoen, make-up eraf en dan lekker een filmpje kijken. En dan zie ik jullie denk ik morgen. Goedemorgen allemaal. Het is zondag en we zijn er nog. Het is niet te geloven hoor. Ik heb wel oké geslapen vannacht, niet super goed. Want ja, je bent toch een beetje, ik merk dat ik nu gewoon een beetje... Ja, ik wil het nu gewoon. Dat punt heb ik nu al een beetje bereikt. Ik denk dat toch ergens in mijn hoofd die 11 dagen over tijd toch al een beetje zeg maar was van nou, dat was Niels en dan is de tweede wel eerder. En dat is dus niet het geval. Ik ben nu 12 dagen over tijd. Ja, je ziet ook al in mijn hoofd dat ik misschien niet heel goed heb geslapen. Ik heb wel gewoon geslapen, maar ik was vaak wakker en dan dacht ik oké, nog niks. Mijn buiken zijn wel vaak hard, maar verder. Ik denk dat ik net weer een soort van slijmprop verloren ben. Een grotere dan vorige keer. De vorige was echt al een paar weken geleden. Dus ik weet niet zo goed. Nou ja, de 24 uur na het strippen zijn nog niet voorbij. Dus en sowieso, weet je, het gaat natuurlijk een keer gebeuren. Wat ik denk ik wil doen is straks de verloskundige bellen of ze eind van de dag nog een keertje langskomt om even te kijken hoe de situatie nu is. Of er zeg maar wel weer een stuk vooruitgang is of niet. Om dan te bepalen of ik morgen dat ballonnetje of whatever ga doen. Want ja, dan word je natuurlijk medisch en dat heeft natuurlijk niet per se mijn voorkeur. Aan de andere kant merk ik ook dat ik nu wel een beetje zeg maar de hele tijd een beetje zo meer zo'n soort... sluimerend zenuwachtig gevoel, wat ook niet echt heel erg lekker is. Dus ja, ik weet gewoon niet zo goed. Maar daarom dacht ik vind het dan wel fijn als de verloskundige nog even langs zou komen. Om even te kijken wat nu wijsheid is. Nou, Niels heeft heerlijk geslapen bij opgenomen. Daar kreeg ik echt een hele blij foto van. Dus dat is heel fijn. Maar dat is ook gek als ik dan denk, ja, dan, nu is ze er dus nog niet. Dus dat betekent sowieso, dat hoogstwaarschijnlijk dat hij daar dus nog een nacht slaapt.
En dan gaat hij morgen gewoon naar het kinderdagverblijf. En dat is ook gewoon een beetje gek. Dat je dan, ja, maar ik denk, ja, kijk, ik kan vandaag wel even bij hem langs gaan of zo. Maar dat is voor hem ook heel verwarrend. En ja, ik weet niet. Hij gaf hem gisteren ook echt een extra dikke knuffel toen we weggingen. Dat ik ook dacht, die jongen heeft ook wel natuurlijk heel iets in de gaten. Dat is allemaal een beetje ingewikkeld. Je moet ook natuurlijk niet altijd ermee bezig zijn, wat je natuurlijk automatisch wel bent. Ik bedoel, Sven die zei dat hij het nu ook wel iets meer had. Maar het is een beetje een rare tijd zo. En allemaal mensen die na mij uitgerekend waren, die hebben allemaal al een kindje nu. Ik had net weer een foto op Facebook. Ik dacht, nee, natuurlijk jongens. Ja, en dat vind ik allemaal niet. Dat is natuurlijk superleuk, maar ik begin nu gewoon zelf ook. Ik zei tegen Sven net, ik wil er vasthouden. Ik wil er zien. Ik wil dat ze naast ons in bed ligt. En ja, ik wil het. En dat, nou ja, misschien is dat ook een teken, want dat heb ik ook nog niet eerder zo gehad. Dus ja, wacht het af. Goed, ik werd er blijkbaar een beetje emotioneel van. Wat gebeuren. Ja. We gaan gewoon weer geduldig afwachten. Ik zie jullie later. Nou, daar zitten we weer. Wachtend op het lot. Nou, we zijn heel wat uren verder, maar de look is hetzelfde. Nee, dit is ook letterlijk de tweede keer dat ik huil. De verloskundige is net weer geweest. En er is wel vooruitgang. Ten opzichte van eerder, maar het is wel minimaal. Ergens tussen de 1 en 2 centimeter ontsluiting. Nou ja, bij Niels had ik met 1 centimeter echt al uren weeën. Dus in die zin is het goed. Maar en ze kon veel beter bij het hoofdje en zo. Maar goed, dit is nog niet genoeg natuurlijk om iets te kunnen doen. Ze heeft me wel weer gestript. Dat is... Normaal wachten ze, doen ze het om de dag. Maar ze zei van, nou ja, weet je, ik snap ook wel dat het nu een beetje klaar is. Dus ze heeft me nog even gestript. Dus wie weet dat nog wat doet. Als er vannacht niks gebeurt, dan ga ik morgenochtend naar het ziekenhuis voor dat ballonnetje. En nou ja, dan is het misschien dat ik morgenochtend alweer iets verder ben. En dan hoeft misschien het ballonnetje niet. Dan kunnen ze misschien een vliesje breken. Dat ballonnetje word ik meteen medisch. En vliezen breken kan nog door de verloskundige, dus daar hoop ik natuurlijk heel erg op. Maar bij 42 weken word ik sowieso medisch, begreep ik. Dus het is nu een zaak voor haar om eventjes daaruit te komen. Dus daar hopen we dan maar heel erg op, maar ik ben het gewoon nu een beetje zat. Daar ben ik gewoon een beetje verdrietig en ik zit ook gewoon in. Jij, ik wil er gewoon zien, ik wil er vasthouden. Het is ook een spanning, want je weet dat er nog een bevalling aan zit te komen en het gewoon een beetje zat. Maar goed, wie weet straks. Mijn Niels gaat hartstikke goed, die heeft heel erg naar zijn zin. En die hoop ik ook gewoon snel weer te zien hoe langer dit duurt, hoe langer het ook duurt voordat ik hem weer zie. Anders is het ook te verwarrend voor hem. Dus ik dacht, ik ga de vlog ook gewoon lekker afsluiten. Ik had hem vanmorgen al gewoon niet als bewerkt. Dus ik ga dan dit laatste stukje er nog even achteraan plakken. En dan ga ik die gewoon lekker inplannen. Dan is dat ook uit mijn hoofd. En we gaan gewoon een lekker rustig avondje hebben. En dan hopen dat er iets gaat gebeuren. Misschien zo nog even een wandelingetje maken of zo. Ik... Volgende week denk ik zomaar, ja, je bent zo'n poepie, hè. Mits maakt zich zorgen om. Ja, snoei je beest. Ja. Ja, Emien. Komt wel goed, hoor. En gewoon een beetje sip. Ik zag trouwens dat het een vrij lange vlog is geworden met niks, maar goed. Wie weet vinden mensen die ook al zo eindeloos overtijd zijn.
Het is wel heel interessant, ik weet het niet. Goed, genoeg emoties. Ik zie jullie hopelijk volgende week bij een nieuwe vlog. Maar dan heb ik mijn kleine meisje. En misschien dat ik dan ook gewoon lekker een weekendje niet vlog. Dat weet ik niet. Maar dan hoop ik er gewoon heerlijk in mijn armen te hebben. En nou, dat ik dit weer vergeten ben. Dat ik me hier heel verdrietig over voelde. En het zullen ongetwijfeld ook hormonen zijn en zo. En nou, jullie zien me eigenlijk nooit huilen op camera. Maar ik dacht, ja, dit is ook gewoon even de life. Ik huil sowieso niet zo vaak hoor. Maar nu ben ik gewoon even zat. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Like als je deze gevoelens herkent. Ook als je misschien een stuk minder ver een stuk minder langer moet wachten. Want ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen al veel eerder al zo voelt. Maar ik had natuurlijk, omdat ik bij Niels al 11 dagen over tijd ging, had ik niet heel veel minder verwacht. Ook niet meer. Maar goed, like als je dit herkent. Ik hoop dat jullie de video toch een beetje leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week of die week erop bij een nieuwe vlog. Doeg!